Kijk Hendrik, we zijn in Mini-Europa. Dat is een pretpark over Europa met alle gebouwen van elk land, met de vlaggen van elk land. Allemaal leuke dingen om te ontdekken. Wat eigenlijk wel straf is, want in het echte Europa, laten we zeggen het maxi-Europa, daar is tegenwoordig niet zoveel leuk nieuws te rapen, vind ik. Nee, ja, het is zo allemaal tragiek en drama. Hè? Als Europa in het nieuws zit, als jij daar reportages over maakt voor het journaal, dat is altijd van... De standpunten liggen nog ver uit elkaar. Ja, nu dat je het zegt, dat klopt. Ik breng alleen maar slecht nieuws. Dankjewel, Rob Heerboud. Ja, maar we mogen nooit vergeten dat wij toch ook die ene oase zijn van rust en stabiliteit en welvaart. Nergens in de wereld vind je een plek waar meer dan 500 miljoen mensen het gemiddeld zo goed hebben als wij in de Europese Unie. Nergens in de wereld vind je een plek waar meer dan 500 miljoen mensen gemiddeld zo lang leven als wij in de Europese Unie. Waar ze zo goed beschermd zijn als wij in de Europese Unie. Eigenlijk hebben wij het nog altijd heel goed, maar we hebben problemen. Dat is ook waar. Oké, hou eens kijken. Naar Parijs, ja. Parijs? Ja. Ah, ja. Goed. Voilà, we zijn in Parijs. Mooie stad, hè? Veel te doen. Mooie stad, veel te doen. Maar ook wel gevaarlijk, hè? Zelfs naar een concert gaan was gevaarlijk in 2015. In de Bataclan. Ja. Terroristen. Ja, en die terroristen die waren eigenlijk uit België gekomen. Hè? Net daarnaast. Die hadden daar hun wapens gekocht ook. Inlichtingendiensten, zo de geheime diensten, die zouden eigenlijk informatie met elkaar moeten uitwisselen. Hè? Dan zouden die terroristen die in België actief al waren, dan zou de Franse politie daarvan geweten hebben. En de Franse politie wist daar weinig van. Omdat geheime diensten vandaag in Europa nog altijd de neiging hebben om zo hun inlichtingen geheim te houden en alleen voor zichzelf. Now then, Dimitri, you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. Eigenlijk is dat hetzelfde verhaal als bij de vluchtelingencrisis. Ook daar deed elk land een beetje zijn eigen zin. Het ene land gaf asiel aan Syriërs, het andere niet. Het ene land zei, kom maar naar hier. En het andere land zei, wij bouwen een ijzeren gordijn. Ja, en misschien de meest bekende uitspraak in heel dat vluchtelingendebat, die kwam van Angela Merkel. Misschien moeten we naar Berlijn. Oké. Wir schaffen das. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wir schaffen das. Wel, ze zei dat toen dat er vluchtelingen naar Europa kwamen. Hè? Mensen die op de loop zijn voor oorlog, voor bombardementen, die echt bedreigd zijn. En Merkel die zei van, als die mensen in diepe miserie, als die naar Europa komen, dan zijn wij in staat om die mensen op te vangen. Wij zijn rijk genoeg, wij zijn welvarend genoeg om die mensen te onthalen en dat te regelen. We schaffen dat, schaffen dat, schaffen dat. We schaffen dat, schaffen dat, schaffen dat. En dan hebben ze in Hongarije gezegd, ja, wij doen er niet aan mee, wij gaan een hek zetten rond Hongarije. En dan is het andere land daaraan begonnen ook. Heel de Balkan is afgesloten geraakt. En kan je nu zeggen dat er opnieuw een soort verdeling is tussen Oost en West in Europa? Wel, er komen allerlei grenzen weer, maar ik denk dat mensen ook wel beseffen dat als je die grenzen weer gaat oprichten, dat je dan ook wel veel ellende weer gaat veroorzaken. Hè? Dat gaat niet marcheren. Ja, het is daarom dat iedereen zegt, we moeten die buitengrens versterken. Binnengrenzen willen we niet, dus de buitengrens. En die ligt in Griekenland, hè. Dan moeten we naar Griekenland. Oké, dit is dan Griekenland, de buitengrens van Europa. Buitengrens van mini-Europa ook. Het ligt recht aan de rand van mini-Europa. Maar het is toch niet eerlijk dat Griekenland die hele buitengrens op zijn eentje moet bewaken. Hoeveel kilometer strand en kust hebben zij? Duizenden kilometers. En zij moeten dat allemaal bewaken, terwijl dat ook onze grens is. Ja, dat is het. Hè. De grens van Griekenland, dat is ook de grens van België en van Frankrijk. Dus eigenlijk is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten daar samen voor in staan. Dus zullen we samen iets van moeten maken. De wereld is een mooi, maar bewerkelijk ding. Kom maar in de kring. Wij zijn in Europa heel sterk aan elkaar geklonterd geraakt. Zo, wij zijn... Er zijn er toch in Groot-Brittannië bijvoorbeeld die denken dat ze er wel beter uit die Europese Unie zouden stappen. Die denken wel dat ze zo een ei kunnen ontklutsen. En die willen een referendum houden over de Brexit. In de EU blijven of eruit stappen.
Persoonlijk denk ik dat het makkelijker is om een maquette uit Mini-Europa te zetten dan een land uit de Europese Unie te doen stappen, of vergis ik me daarin? Nee, ik denk dat ook. Ik denk als de Britten er echt voor kiezen om uit de Europese Unie te vertrekken, dat dat een enorm probleem gaat zijn. En in de eerste plaats voor de Britten zelf. Groot-Brittannië, dat is niet meer... Het soort uitdagingen in de wereld vandaag, dat heeft te maken met het bestrijden van terreur, met het in goede banen leiden van een aantal grote processen, klimaatverandering aanpakken enzovoort. En als land apart kan je dat niet meer. Maar ze zijn wel gehecht aan hun eigen symbool. Ze hebben het pond nog, ze rijden nog aan de verkeerde kant van de weg volgens ons. En ja, ze hebben zo van die gebouwen, de Big Ben en al, echt symbolen die... Die Europa misschien mist, hè? Europa heeft niet echt zo... Ja, kent jij een bekend Europees gebouw? Van de Europese Unie? Is dat echt van, dat is nu de Europese Unie? Als je de Big Ben laat zien, dan weten de mensen, oké, dat is Londen, maar een Europees gebouw? De Eiffeltoren, dat is Parijs, maar een Europees gebouw? Misschien moeten we gaan kijken in Brussel. Oké, Brussel, hoofdstad van Europa, maar ook hoofdstad van de bureaucratie. Lelijke Europese gebouwen. Synoniem voor ambtenarij, regels, maar niet echt iets waar je naar opkijkt. Ja, nee, Europa. Ja. Er is enorm veel diversiteit in Europa. Hè. En misschien is dat ook net de rijkdom van Europa. Hè. Al die verschillende talen, al die verschillende culturen, al die verschillende meningen ook, die dan met elkaar in contact komen en die dan samen moeten zoeken naar oplossingen. Toch ook misschien een probleem, het feit dat iedereen een andere taal spreekt, dat je moet behelpen met een soort Engels dat iedereen spreekt, maar dat een beetje een soort andere vorm van Engels is dan wat de Britten spreken. Je hebt zelfs niet één televisieprogramma waar heel Europa naar kijkt. Jawel, het Eurosong Festival, daar kijkt heel Europa naar. Ja, sommige mannen kijken daarnaar, ja, en de oude mensen, maar voor de rest... Alleen, er is niet echt een natie, een Europees volk, bestaat niet of bestaat nog niet, ofwel vergis ik me. Er is een volkslied, dat hebben we. Ah ja, dat Europese volkslied. Misschien moeten we daar eens naar gaan luisteren. Hier is een knop en als je daarop drukt, hoor je het Europese volkslied. Oké. Man, dat is saai. Heel niks dat is, anders. Ik ga er afzetten. Dat is iets voor oude mensen. Maar ik heb een versie bij van het Europese volkslied. Wacht, hè. Die wat meer swingend is. Dat is al wat beter.